It's beginning to look a lot like Christmas. Dit is het verhaal van John. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes. Het begon allemaal toen hij klein was. It's beginning to look a lot like, wellicht onbewust, een snoepje uit een snoepwinkel. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will. Op het begin leek het nog onschuldig, maar later werd het van kwaad naar erger. Pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. Mom and Dad can hardly wait for school to start. Jeugd tegenwoordig. Hallo? Wie is daar? Ik ben het, John. Hey John. Heb je toevallig zin in een huisroofje? 2100 uur, bij mijn huis. Wees op tijd. Oké, tot straks. Wat vroeger nog een klein onschuldig jongetje was die een snoepje stal, is het 10 jaar later een crimineel geworden op professioneel gebied. Als je van beren leren. Hey! Hey, zin in een huisroof. 2100 uur bij mij. Ja, tuurlijk doe ik mee, maar wat schuift het? Ja, is goed, oké. Zo, ik ga maar eens naar bed toe. Zo, jij gaat ook maar eens slapen? Ja, schat, ik heb een hele lange werkdag gehad. Nou, gezellig. Ik ga ook maar eens slapen. Heb je de deur op slot gedaan? Het zal wel, ik ga ook slapen. Hey! Kopen! Nee, dankjewel. Ja. We plegen de overval in regio 15. Dat is die Spes Spinoza. Yo! Hoi, kom snel bij. Hey jongens, het huis staat hier. We kunnen er gewoon naartoe lopen en meteen toeslaan. Ik weet dat ze om 9:30 gaan slapen, dus dat is geen probleem. Wees alert en pak alles wat je pakken kan. Alles? Alles. Maak jullie klaar. Jongens, Merry Christmas. Kijk Mo, die kerstboom. Oh.
zei hij... Meneer John, u heeft een zwaar ongeluk begaan en de kosten hiervoor zijn 70.000 euro. En helaas, u bent niet verzekerd. Wat? 70.000? Hoe kan dat nou weer? We hebben ook meteen uw lever vervangen en uw bronchitis schoongemaakt. Dat is helemaal niet nodig, maar... Maar ik had alleen brandwonden. Verder, heel sterk, hè? Dag. Pardon, heeft u misschien wat geld voor mij? Als u mij vertelt hoe u zo terecht bent gekomen. Nou, het ging zo. Weet je wat? De verzekering heeft toch alles terugbetaald. Ik nodig je uit om bij ons te komen kerstdineren vanavond. Ja. Weer nog wat van. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no. Ik ben jullie echt onwijs dankbaar. Echt super bedankt. Geen dank. Zo zie je maar weer hoe een enorme crimineel toch weer goed is beland. God is klein begonnen. Namens de gehele filmcrew wens ik u allen alvast een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. All the way home I'll be warm and the fire is slow.